Voorzitter, waarom gebruikte de regering jarenlang een racistische indicator om de werklast van de politie te verklaren? En waarom probeert deze minister dit te bagatelliseren en te vergoelijken? Van 2005 tot 2011 verklaarde de politie de werklast in de opsporing mede op basis van het aantal niet-Nederlanders. Hoe meer niet-Nederlanders, hoe meer de politie te doen heeft in de opsporing. Dat was de smerige gedachte. Vanaf 2011 is de berekening van de werklast van de politie in de opsporing mede gebaseerd op het aantal niet-westerse allochtonen. En in de handhaving op het aantal niet-westerse allochtonen tussen de 15 en de 30 jaar. Hoe meer niet-westerse allochtonen, hoe meer de politie te doen heeft in de handhaving en de opsporing. Dat was de racistische gedachtegang. Het is voor Denk echt ziek dat de politie met dit soort racistische modellen heeft gewerkt. Maar voorzitter, het is des te zieker dat de regering dit probeert klein te praten, geen enkele afkeuring uitspreekt en ook geen begin toont van zelfreflectie.